tekenen bij meneer Pauwels te kriebelen wat betreft de Volvo? Dat was al in mijn studententijd. Toen ging ik naar de HTS in Enschede. En in Hengelo kwamen we telkens voorbij een oude Volvo die daar stond. Of er stonden er eigenlijk twee. Dus een Volvo Kattenrug, die zagen we daar staan. En op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik daar naartoe gegaan en gevraagd wat het ding moest kosten. En dat viel nog wel mee. En, want ik kon natuurlijk als student ook niet zoveel betalen. En, dus heb ik die twee Volvo's gekocht. En omdat toen dat model, dat vond ik al heel mooi. Het was een oud model. Dus het was toen de tijd al een beetje een oldtimer. Youngtimer zouden ze tegenwoordig zeggen. Maar, en daar ben ik toen mee bezig geweest in de schuur van mijn buurman. Heb ik, van die twee heb ik er eentje gemaakt. De tijd een beetje achter qua model. Modellen in die tijd waren al wat moderner. En met name ze hebben die spatborden voor en achter. Dat is iets wat uit Amerika komt. En wat eigenlijk al in Amerika al voor de oorlog gebruikelijk was. Maar hoe begrijp ik dat u op de avond voordat u getrouwen eigenlijk uw huwelijk bijna op het spel hebt gezet? ik was daarmee bezig met die auto, zoals ik zei, tijdens mijn studententijd. En zo'n restauratie is natuurlijk een langdurig project. En ja, eigenlijk was hij niet op tijd klaar. En, maar goed, we hebben dus op het nippertje hebben we hem dus nog klaar gekregen. En ik moest op de avond, voor mijn trouwen, moest ik nog de versnellingsbak onder de auto zetten. Samen met een vriend gedaan. En dus de trouwdag was ook echt het allereerste moment dat ik met die auto reed. Ook niet een probleem met de opleiding start van monteurs? Want straks is het, tot nu toe, is het eigenlijk uitlezen van de computer en vervangen. Ja. Maar het ouderwetse handwerk? Ja, dat wordt steeds minder. En dat is over het algemeen, zeg maar, in technische beroepen. Is er natuurlijk tekort aan vakmensen en tekort aan jonge mensen die opleidingen volgen. Dus dat zal zelf voor de oldtimers zal dat ook wel gaan gelden. Ja. Denk nog aan een vierde Volvo. Is dan de Amazone een optie voor u? Amazone zou een optie zijn. Dat is dan ook wel de jongste Volvo die ik dan denk ik zou kopen. Er zijn... Ik heb begrepen dat u een bedrijf hebt gehad in lopende banden. Er was wel een speciaal type band wat we daar gebruikten. Dat was een roestvrij stalen band. Van deze motor is dat het een injectie is. En dat voor 1970 is echt wel bijzonder. Bekend voor veel mensen vanwege de serie Inspector Norse. Dat is een 6-cylinder inline motor. En ik ben daar nu mee bezig met de beide carburateurs. Die heb ik daar liggen. Die waren eigenlijk compleet vastgelopen, zeg maar. Dus daar heb ik nieuwe onderdelen voor besteld. En daar ben ik nu mee bezig om die weer in elkaar te zetten. De carburateurs van de Jaguar. Zoals gezegd ben ik die aan het opknappen. Deze heb ik helemaal klaar zover. Die kan straks weer gemonteerd worden. Dus er zitten nieuwe sproeiers en dergelijke op. En alles netjes schoongemaakt, nieuwe pakkingen. Ja, het is een Engelse auto, dus dat wil zeggen het stuur zit aan de verkeerde kant. En er is natuurlijk heel veel hout in het interieur.
Dat hout, dat wil ik ook allemaal nog opnieuw schuren en weer lakken.